De Schubert S3 is de nieuwe sporttouringham van het Duitse merk Schubert. Deze integraalhelm biedt alle opties en features die je kan verwachten van Schubert. Wij hebben deze helm meegegeven aan onze testrijder, en die komt terug met veel interessante data. Dus blijf kijken. Hallo allemaal, team van Champion Helmets hier en welkom op ons kanaal. Hier voor me heb ik de Schuberth S3 en deze helm is ontworpen met het oog op de veiligheid van racehelmen, het comfort van touringhelmen en is in de winter nog getest wat heeft geresulteerd in een aerodynamisch, veilig en slank design. Tijdens onze test zullen we ontdekken of de beweringen van Schuberth waar zijn. We hebben veel tijd en moeite gestoken in deze reviews met maar één doel, zodat jullie een eerlijke review te zien krijgen op basis van feiten in plaats van marketingtaal en persoonlijke meningen. Dus als je deze moeite waardeert, druk dan op die abonneerknop en like de video. Zodat we deze reviews kunnen blijven doen en je eerlijke, diepgaande reviews blijft krijgen. Nu dat duidelijk is, gaan we de review beginnen met de algemene punten. De Schubert S3 heeft een meer ronde pasvorm en heeft een verkoopprijs die begint vanaf 550 euro. De S3 zal gaan concurreren met helmen zoals de Shoei GT 2 Shoei NX R2, HiSelf 71, LS2 Challenger Carbon en andere high-end sporttouring helmen. We gaan de review beginnen en dat doen we met het ondermateriaal. materiaal. De S3 is gemaakt van Schuberts Direct Fiber Processing Technology. Dit heeft geresulteerd in een sterke glasvezelhelm die versterkt is met kabel om de impact te verhogen en om een nog lichtere helm te creëren. De helm is beschikbaar in 7 maten en slechts 2 buitenschamaten. Het aantal buitenschamaten van 2 is niet het beste aantal maten die een helm kan hebben. Een helm met meer buitenschamaten ziet er niet alleen beter en compacter uit, het is ook een stuk veiliger. En als we dit allemaal bij elkaar optellen, zien we dat de S3 een matige 3 sterren verdient voor het onderdeel materiaal. Als we dit gaan vergelijken met de andere helmen, zien we dat hij samen met de hcf F70 onderaan de lijst eindigt. Eigenlijk hebben de andere helmen die van glasveel zijn gemaakt meer buiten of ze zijn van kabel gemaakt waardoor ze meer sterren verdienen. Geen goede start van Schubert, maar we zijn nog lang niet klaar en gaan verder met het volgende onderdeel. Oké, okay, super. Nu we klaar zijn met materiaal, gaan we door met een belangrijk onderdeel en dat is het gewicht. Een lichter helm voorkomt namelijk vermoeidheid in de nek en verhoogt het rijplezier. Toen we de S3 in de maat M wogen, gaf de weegschaal 1.641 gram aan, wat aan de zwaardere kant is. Hierdoor verdient de S3 drie sterren voor het onderdeel gewicht. Als we dit resultaat namelijk gaan vergelijken met de andere helmen, zien we dat hij helemaal onderaan de lijst eindigt en bijna 100 gram zwaarder is dan de Av 71. ECE 2206 gecertificeerde helmen zijn vaak aan de zwaardere kant omdat meer materiaal wordt gebruikt om deze test te halen. Maar vergeleken met 2206 gecertificeerde helmen is de S3 nog steeds aan de zwaardere kant. De lichtste helm die we hebben gewogen in dit segment is de AGV K6S, die net onder de 1300 gram boog, wat een buitengewoon goed resultaat is. Nu we klaar zijn met het gewicht en materiaal, gaan we door met het vizier. Het vizier van de Schubert S3 biedt een groot gezichtsveld en het vizier is ook pinnelklens voorbereid, die al voorgemonteerd zit op het vizier. De pinlock lens die voorgemonteerd zit op het vizier is een 120 pinlock lens en voorkomt dat je vizier beslaat tijdens het rijden. De S3 heeft ook een geïntegreerd zonnevizier dat krasbestendig is en je ogen beschermt tegen de zon. Het geïntegreerde zonnevizier kan worden bediend met een schuifknop aan de zijkant van de helm. Als we dit allemaal bij elkaar optellen, zien we dat de S3 4,5 sterven dient voor dit onderdeel, wat een uitstekend resultaat is. Als we dit vergelijken weer met de andere helmen, zien we dat hij bijna bovenaan de lijst eindigt. De GT-R2 deed het net iets beter, dankzij een beter visiemechanisme. En de Exo 1400 Evo, dankzij een extra dak Smoke Als we verder kijken, zien we dat de meeste helmen 4 sterren verdienen voor dit onderdeel. Een goed resultaat is dus van de S3. En nu we klaar zijn met de review in de studio, gaan we beginnen met de roadtest. Voordat we beginnen met de roadtest, eerst een korte uitleg over hoe we onze gegevens verzamelen. Links zie je een witte thermometer, die is aangesloten op een sensor in de helm. Deze thermometer geeft de binnentemperatuur van de helm weer. Midden bovenin zie je de decibelmeter. Die is aangesloten op een microfoon die bij het oor van onze rijder is geplaatst. Deze registreert het geluid zoals onze rijder het hoort. Rechts zien we de telefoon die de windsnelheid en de buitentemperatuur weergeeft. En in het midden zien we de dashboard van de motor met de snelheid van onze testrijder. Nu dat duidelijk is gaan we de roadtest beginnen met het onderdeel geluid. Toen we de S3 gingen testen hadden we een gemiddelde windsnelheid van ongeveer 120 km en een rijsnelheid van 130 km per uur. En als we kijken naar de decibelmeter zien we dat de S3 een gemiddelde waarde had van 100 decibel, wat een prima resultaat is. Hierdoor verdient de S3 een mooie 4 sterren voor het omdeel geluid. Als we dit weer gaan vergelijken met andere helmen zien we dat de S3 in het midden van de lijst komt. De helm is 3 decibel stiller in vergelijking met de GT-R2 en de EXO 1400 EVO. 3 decibel lijkt niet veel, maar bij dit soort waardes is het voor de rijder een duidelijk hoorbaar verschil. Maar ondanks dit verschil doet de S3 het goed en gaat hij goed mee met zijn directe concurrenten. We gaan door met een ander belangrijk onderdeel en dat is de ventilatie van de helm. We gaan eerst kort naar de ventilatiemogelijkheden kijken voor we de resultaten gaan bespreken. De helm heeft een dubbele luchtinlaat op de kin die je open en dicht kan zetten. Daarnaast heeft de helm op de bovenzijde van de helm ook een grote sluitbare luchtinlaat zitten. En alle warme lucht kan daarna weer ontsnappen via de luchtuitlaat aan de achterzijde van de helm. Als we gaan kijken naar de resultaten van de roadtest test, zien we dat de helm dezelfde temperatuur had in de helm vergeleken de buitentemperatuur, wat een uitstekend resultaat is. Hierdoor verdient de Schubert S3 4 sterren voor het onderdeel ventilatie. Als we dit gaan vergelijken met de andere helmen zien we dat hij het uitstekend doet. En bovenaan de lijst komt te staan samen met de Exo 1400 Evo, de ARV 71 en de LS2 Challenger kabel. In de lijst van premium Portoon helmen is er eigenlijk maar één uitzieter, en dat is de Profile V van RI. Deze was namelijk een 7 graden wandel in de helm. Een goed resultaat dus van de S3. We gaan door met het enige subjectieve onderdeel van deze review en dat is comfort. Comfort is lastig te vangen in harde cijfers en daarom leunen wij voor dit onderdeel op de meer dan 15 jaar lange rijervaring van onze testrijder. Die ook alle andere helmen heeft getest en dus als geen ander de vergelijking kan maken. De testrijder gaf aan dat de S3 fijn aanvoelde tijdens het rijden en weinig windweerstand bood op de snelweg. Wat volgens hem te verwachten was omdat de helm in de windtunnel is getest. De S3 heeft een binnenvoering die uitneembaar, wasbaar en antibacterieel is. Het is mogelijk om de binnenvoering te vervangen dankzij het individual programma van Schubert. Dit programma biedt de klanten de mogelijkheid om de diktes van de pads van de binnenvoering aan te passen voor een nog betere pasvorm. En als we dit allemaal bij elkaar optellen zien we dat de S3 van Schubert 4 sterren dient voor het onderdeel comfort. En als we dit vergelijken met de andere helmen zien we dat hij goed presteert. En op gelijke hoogte komt met de meeste andere helmen. Alleen de r 2 deed het iets beter met een score van 5 sterren, dankzij de personal fitting en kleine details zoals zakmateriaal dat achter het oven is geplaatst. We gaan beginnen aan het laatste onderdeel, voordat we naar de resultaten gaan kijken. En dat zijn de features. De S3 van Schubert is ECE 206 gecertificeerd, wat verplicht wordt voor fabrikanten bij het ontwerpen en produceren van nieuwe helmen. Daarnaast is de helm winter nog getest, wat heeft geresulteerd in een aerodynamisch design die minder wind en geruis doorlaat bij rijden met hogere snelheden. De S3 maakt gebruik van Schubert's anti-roll-off system die verbonden is met de kinband. De S3 heeft een micrometrische sluiting en de kinband heeft een nieuwe positie ten opzichte van zijn voorgangers, die zorgt voor een comfortabele pasvorm rond de keel. Ook heeft de S3 een Energy quick release, zodat de helm veilig afgenomen kan worden indien nodig. De helm is ook voorbereid op een plug and play Sena SC2 communicatiesysteem, gebaseerd op Sena's 50S communicatiesysteem met speakers, mesh, FM radio en bluetooth, vooraf geïnstalleerd in de helm. Dit houdt in dat de microfoon en speakers al in helm zijn geplaatst. En het enige wat jij hoeft te doen is het monteren van het systeem. Als we dit allemaal kunnen optellen, verdient de S3 4,5 ster voor features. Wat een geweldig resultaat is. Hiermee eindigt de helm bovenaan, samen met de Alpha 71. De overige helmen op de NXR 2 na kwamen niet boven de 3 sterren uit. En de Challenger Carbon verdiende 2 sterren. Deze score heeft de S3 te danken aan de nieuwe certificering en het feit dat de helm winter nog getest is. Een geweldig resultaat is dus van de S3. En nu we alle onderdelen hebben besproken, gaan we door met het eindresultaat. Nu we alle onderdelen behandeld hebben, kunnen we gaan kijken naar het totaaloverzicht en de eindscore. Voor het materiaal verdiende de S3 3 sterren, omdat de helm van glasvezels gemaakt en in 2 buitenschemaat komt. Met een gewicht van 1641 gram verdiende de helm 3 sterren voor het onderdeel gewicht. Voor het vizier, omdat de Pinlock-lens al voorgemonteerd zit op het vizier. En omdat de helm een geïntegreerd zonnevisier heeft, verdient de helm 4,5 ster voor het visier. Met een waarde van 100 decibel verdient het 4 sterren voor geluid en 4 sterren voor ventilatie, dankzij dezelfde temperatuur in de helm vergeleken de buitentemperatuur. Onze testrijder vond de helm fijn aanvoelen tijdens het rijden, waardoor hij 4 sterren kreeg voor comfort en 4,5 sterren voor features, dankzij de 2206 certificering en omdat de helm winter nog getest is. Als we alles bij elkaar optellen, zien we dat de S3 een gemiddelde heeft van 3.9 sterren, waarvoor je 20 euro per verdiende ster betaalt. Wil jij nog meer informatie over de Schubert S3? Neem dan zeker een kijkje in onze webshop, championhelmets.nl, waar wij altijd de laagste prijsgaranties bieden en leuke kortingsbundels hebben. Vergeet ook niet de video te liken en je te abonneren op ons YouTube kanaal voor meer reviews, guides en roadtests. Bedankt voor het kijken, mijn naam is Simon van Champion Helmets en tot de volgende keer.